Mijn naam is José van Dijk. Ik ben universiteitshoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht. Ik hou ze alle drie tegelijk vast. Ja. Wat is een open houding voor jou? Een open houding betekent voor mij dat we binnen de universiteit altijd een open debat met elkaar kunnen voeren. Een open debat met collega's, met studenten, maar ook met de samenleving over wat wij daarin kunnen betekenen. Welke rol moeten universiteiten spelen in de samenleving? Voor mij is het enorm belangrijk dat we wetenschap en de resultaten daarvan in dienst stellen van die samenleving. En die samenleving, onze democratische samenleving, moet altijd open zijn. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat wetenschappers meedoen met een open publiek debat. Heeft de Universiteit Utrecht al een open blik en een open houding? Ik denk dat dat zeker zo is. Heel veel van mijn collega's doen al mee aan publieke debatten en ik zie ook heel veel collega's in de media. Studenten doen heel erg mee aan het openmaken van het wetenschap en resultaten voor de samenleving. Maar het kan altijd nog een stapje beter. Sharing Science, Shaping Tomorrow betekent eigenlijk dat we samen als academische gemeenschap die samenleving van morgen beter vormgeven. En dat kan alleen maar als we heel veel samen doen. We hebben iedereen nodig, zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek. Dus die samenwerking, dat sharing science, is voor mij een heel belangrijk thema van de Universiteit Utrecht.